Ik heb niet aangeboren hersenletsel. En dat houdt in dat lezen, schrijven, rekenen en orde en structuur aanbrengen voor mij niet altijd even makkelijk is. Hoe moeilijk is het voor jou dan om een baan te vinden? Voor mij is het altijd ontzettend moeilijk geweest. Ja, dat voelt als je buiten de boot valt, voelt dat als niet meedoen in de samenleving. Tot april dit jaar zat Nick thuis met een waarjonguitkering. Een baan vinden lukte hem maar niet. Ja, ik kreeg vaak reacties van, we hebben geen geld of het is te moeilijk of je hebt diploma's nodig. Terwijl ik van mezelf weet dat ik op andere manieren toch dezelfde dingen kon als andere mensen. Hij kreeg er zo genoeg van dat hij brieven schreef naar onder meer premier Rutte. Daarmee kreeg hij landelijke aandacht en nu is Nick ambassadeur diversiteit bij het ministerie van Sociale Zaken. Merk je aan Nick dat hij een beperking heeft? Nee, ik merk wel aan Nick dat hij anders is, want het is eigenlijk heel verfrissend. Ik noem het niet een beperking, maar het is eigenlijk een meerwaarde. Dat als je dat kunt erkennen en het kunt gebruiken, je eigenlijk heel veel nieuwe inzichten kunt krijgen. Nou, de grootste beperking is eigenlijk mijn onzekerheid geweest al die tijd. En helemaal niet zozeer de beperking, als een bijzaak. Dat blijkt nu dat je deze baan hebt. Ja, precies. Want ik functioneer eigenlijk heel goed. En iedereen is ontzettend enthousiast over mij. En ik denk dat veel meer mensen met een beperking dit soort dingen zouden kunnen doen. En dat nog heel veel werkgevers enthousiast zo op die manier kunnen worden.